je bent Nederlander en je wil vertrekken naar Portugal. Je wil daar gaan wonen. Hoe doe je dat qua visum en residentie? Hoe werkt dat? Al deze dingen kun je zelf regelen. Je kan ook heel veel geld voor betalen, want er zijn genoeg bemiddelaars hier die zeggen, zal ik het voor je regelen? Importauto, je residentie. Ik heb vrienden die volledig off-grid leven, dus die hebben hun eigen watervoorziening, die hebben hun eigen stroomvoorziening. Ik denk wel dat daarin netwerk valt of staat ook. Want ja, op wie kun je uiteindelijk rekenen in dit soort gevallen? En zeker als je alleen bent, dat is wel iets waar ik in ieder geval toen ik hier aankwam, meteen heel hard aan heb gewerkt. Onder andere door hier ook vrijwilligerswerk te doen. Wat maakt volgens jou dus dat er zoveel mensen voor Portugal kiezen? Zoveel mensen die ik spreek, die zeggen, ja, ik zit erover nadenken te vertrekken. En als ik dan zou gaan vertrekken, ja, dan ga ik naar Portugal toe. Denk jij er ook wel eens over na om uit Nederland te vertrekken? Omdat bepaalde ontwikkelingen hier niet bepaald gunstig lijken te zijn? Ben je op zoek naar een plek in de wereld waar jij jouw leven kunt blijven leven zoals jij dat zelf wilt? Maar weet je niet goed waar je dan precies naartoe zou willen gaan? Mijn naam is Pim van Rijswijk en ik heet je van harte welkom bij een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. In deze podcast zal ik verhalen ontsluiten die verteld mogen worden. Verhalen die jou zullen informeren en wellicht enthousiasmeren en die kunnen dienen als jouw springplank voor vertrek. Welkom, dames en heren, op deze alweer 6e aflevering van de podcast van de Springplank voor Vertrek. Vandaag heb ik het genoeg om te praten met Tamara Rood. Zij woont alweer een tijdje in Portugal. Ik heb een voorgesprek met haar gehad. Ze heeft een ongelooflijk leuke reis gemaakt. Ze heeft hele leuke ideeën. De reden dat ze er zit is ook heel bijzonder, wat ze aan het doen is. Nou, Tamara, welkom. Dankjewel. Leuk om jou in deze podcast te hebben. Portugal is in ieder geval een land waar veel vraag naar is onder de mensen die plannen hebben om Nederland te verlaten. Ik ben eerst benieuwd natuurlijk wie jij bent. Misschien kan je het vertellen over jezelf. En dan zou ik graag willen weten wat volgens jou de reden is dat mensen Portugal zo hoog op hun verlanglijstje hebben van landen om naartoe te gaan. Maar eerst, wie is Tamara? Nou, mijn naam is Tamara Rood. Ik ben 38 jaar. En ik zat toevallig vandaag naar mijn herinnering te kijken. Vandaag een jaar geleden ben ik hier naartoe gereden in mijn camper. Maar daar komen we zo dadelijk vast heel symbolisch. Op. Ja, heel symbolisch. Ja. Heel toevalliger kan het ook bijna niet, hè? Ik hou van sporten. Ik doe veel aan crossfit. In de natuur zijn, nou, dat kan ik hier natuurlijk volop. Ik woon hier met mijn 3 katten inmiddels. Ik heb er 2 meegenomen. Ik heb er 1 hier geadopteerd. En ik werk als coach. Ik help mensen vooral ja, hun waarden ontdekken. En die ook op zo'n manier verzilveren dat ze ook echt betaald krijgen. Wat zij wat hun werk waard is voor de impact die ze maken. Dus dat is in een notendop wie ik ben en wat ik doe. En dat doe jij voor jezelf? Ja. Of doe je het voor jezelf? Voor de Nederlandse markt, vanuit Portugal? In principe voor de Nederlandse markt. Ik ben me hier ook wat meer aan het profileren. Maar dat heeft gewoon wat meer tijd nodig. Maar dat is in principe nu echt voor de Nederlandse, Belgische markt. En zeker in de toekomst ook hier voor in de Alpar. Ja. Ja. En heel concreet, wat doe je precies? Wat doe ik precies? Nou, als je echt kijkt naar wat doe ik met de mensen die ik begeleid, dan help ik ze eigenlijk echt hun waarde te ontdekken. Dus echt te kijken naar dat potentieel wat zij hebben, waar zij misschien zelf niet bij kunnen komen of wat ze moeilijk vinden te ontdekken. En dat echt te kunnen vertalen naar, oké, wat betekent dit nou echt op de arbeidsmarkt? Daar komt ook mijn ervaring vandaan. Ik heb 14 jaar aan de andere kant van de tafel eigenlijk gezeten, zoals ik dat noem, als recruiter, als coach en als consultant. En daarmee kunnen deze mensen zichzelf echt dusdanig profileren dat ze kunnen laten zien, nou, dit is nou echt het resultaat dat ik neerzet met mijn werk, de impact die ik maak. En niet meer zozeer vanuit een hokje gedacht, van dit is wat de werkgever voor mij wil betalen of wat de opdrachtgever voor mij wil betalen binnen het kadertje dat hij heeft, maar veel meer vanuit binnenuit, vanuit de persoon zelf gekeken wat de waarde daar is van het werk. Dat is in feite tweeledig. Dus je gaat eerst op zoek naar
Waar liggen de gaven van iemand, talenten? En dan de tweede is, hoe kan je dat vermarkten? Hoe kun je dat kwantificeren of kwalificeren naar een opdrachtgever, naar een werkgever toe? Exact, exact. En voor sommige mensen is dat al compleet duidelijk, hè, waar hun talenten liggen. Maar mijn ervaring is, ook al weten ze dat ze dat nog steeds best wel lastig vinden om dat goed te presteren. En dan is dus ook nog eens de volgende stap, wat vraag je daar nou voor? Want wij kennen een markt en wij kennen marktconformiteit, hè, tarieven en salarissen. En dat wordt allemaal in een hokje gestopt, zodat we het met z'n allen goed kunnen begrijpen en dat het ogenschijnlijk eerlijk blijft. Maar in principe zijn dat soort gelijke betalingen helemaal niet eerlijk. Want ja, mijn resultaat is helemaal niet hetzelfde als het resultaat van mijn concurrent misschien, die wel verkoopt hetzelfde te doen, maar iets heel anders neerzet. Dus daar hoort ook een ander prijskaartje bij. Dus dat is ook de tweede stap dan. Twee vragen die dan opkomen is, hoe krijg jij jezelf vermarkt in Nederland? En hoe krijg je het voor elkaar om jouw dienstverlening aan te bieden vanuit Portugal? Ja, dat is een hele mooie vraag. Want ik ben daar dus nooit zo mee bezig geweest op deze manier. Omdat mijn business was al remote. Deels al voordat hebben we met alle COVID-ellende te maken kregen. Toen had ik al deels een remote business. En toen we ook nog eens met al die lockdowns te maken kregen, toen heb ik voor mezelf in ieder geval besloten, ik wil geen dingen moeten doen die ik niet wil doen. Dus mijn business blijft remote, blijft op afstand. En dat kan ook, maar het heeft geen invloed op mijn resultaat. Mijn klanten waren nog steeds hartstikke blij met wat ik deed. Ik werd zelfs beter in wat ik deed, omdat mijn focus natuurlijk ook veel beter werd. Ik ben niet iemand voor in kantoortuinen. Ik heb daar heel veel moeite mee. Dus voor mij viel alles op zijn plek eigenlijk met de komst van al die lockdowns. En dat heeft ook gecreëerd dat ik nu ben waar ik nu ben. Omdat ik die keuze ook veel gemakkelijker heb kunnen maken. Omdat ik remote werkte. Ja, dus remote betekent locatie onafhankelijk. Exact, ja. En dat maakt het, dat geldt denk ik voor veel mensen. Want heel veel mensen verrichten locatie onafhankelijke werkzaamheden. Dat als je dan toch locatie onafhankelijk werkt, ja, dan kan je ook in feite kiezen waar je wil gaan werken. En veel mensen beperken zich dan tot de keukentafel. Of een keuze, ja. Zolder of keukentafel. Hè, dat zijn dan de twee opties voor mensen. Maar jij hebt dus de keuze gemaakt om jouw werkzaamheden dan, als je dan toch locatie onafhankelijk kan werken, ga dan lekker naar Portugal toe. Ja, nou goed, dat was niet mijn uitgangspunt. Want voor mij is nooit het uitgangspunt geweest om in het buitenland te wonen. En still, here I am. Maar die mogelijkheid heb je dan natuurlijk wel als je al locatie onafhankelijk kan werken. Maar mijn ervaring is ook, en ik ben natuurlijk ook veel in gesprek met mensen die hebben gezien dat ik deze stap heb gemaakt. Die vragen, hoe doe je dat? Want een van de voornaamste dingen is wel dat we zekerheid blijven houden over de centjes die we binnenkrijgen. Dat we onszelf kunnen onderhouden. En dan is het vaak een ontzettende blokkade wanneer mensen bij dat werk terechtkomen. Maar ja, ik werk nu maar deels locatie onafhankelijk, of meer dat hybride model, of ik moet nog steeds naar kantoor. En daarin heb ik wel gemerkt dat mensen zich ontzettend laten beperken in hun denkwijze over hoe ze met dat werk om kunnen gaan. Want er zijn een triljoen mogelijkheden, maar we blijven vaak heel erg vastzitten in, maar zo ziet het er nu uit. Dus gaan we eigenlijk vanuit die huidige situatie beredeneren hoe het er dan uit zou moeten zien. Maar het is juist de kunst om uit die situatie te stappen en een andere bril op te gaan zetten. En is het ook onderdeel van jouw dienstverlening, zeg maar deze materie, om mensen te helpen naar meer opties te kijken in hun dagelijks leven? Naar meer opties kijken, zeker, zeker. Dat omhelst. Behelst eigenlijk mijn dienstverlening echt om vooral mensen zelf te laten nadenken over wat zijn je opties. Dus ik stel vragen, zodat je daarover kan nadenken. Maar ik hoop vooral dat je natuurlijk zelf met die vragen daarin aan de slag gaat. En hoe creëer ik meer vrijheid voor mezelf? En dan wil ik eerst wel graag de definitie van vrijheid weten voor iemand. Kan natuurlijk een vraag zijn waarmee iemand bij mij terechtkomt om te kijken van ja,
hoe kan ik dat voor mezelf verwezenlijken? En de antwoorden heb je allemaal al. Dus, nou, we zullen in ieder geval in deze podcast een URL vermelden van een website, zodat mensen die daar interesse in hebben jou daarover kunnen benaderen. Maar goed, jij hebt voor jezelf in ieder geval de opties dus wel opengehouden om te zeggen van oké, ik vertrek. Het was niet misschien jouw initiële idee om weg te gaan, maar uiteindelijk ben je toch vertrokken. En wat ligt daaraan ten grondslag? Waarom ben je uit Nederland weggegaan? Ja, het is dit is echt een samenkomst van dingen geweest. Ik zag het een en ander gebeuren in de economie. Ik was al een tijdje bezig ook wel met ik wil ergens anders wonen in ieder geval. Dus ik was nog helemaal niet bezig met buitenland of wat dan ook. Maar ik wist wel dat ik mijn huis wilde verkopen. En waarom wilde je dat? En omdat ik daar weg wilde. Omdat ik voelde dat ik iets anders een stap daar, in mocht dat huis maken. Of helemaal uit Nederland? Uit dat huis. Het huis moest weg. Ja. Ja, dus daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus ik heb in 2020 heb ik een keer gesprekken met makelaars voor 2021. En toen op een gegeven moment dacht ik 2022, nee, er staan dingen te gebeuren in de economie. Ik zit nu op de piek. Het is handig als ik nu ga bewegen, want ik wil toch verkopen. Dus ik heb het te koop gezet. Gigantisch snel verkocht. Het is heel snel verkocht, met heel veel kijkers had ik ook. En toen heb ik een opleverdatum van 8 maanden afgesproken. Dat kon toen nog. Ik weet niet of dat inmiddels nog steeds op deze markt kan. En toen dacht ik, ja, en wat ga ik nu doen? Ja, mijn huis is verkocht. En nu heb ik. En het voelde zo bevrijdend eigenlijk. Want ik dacht, nu heb ik. De wereld ligt open. Ik heb alle opties. Weet je, ik zit niet meer vast aan mijn hypotheek, aan een huis, niks. En toen ben ik gaan rondkijken in Nederland, eerst in Den Haag. Ik woonde in Zoetermeer en Den Haag was eigenlijk een beetje mijn hartenstad. Dus daar kwam ik eigenlijk niks tegen. En toen dacht ik, ik wil toch meer die natuur in ook en meer de ruimte ook hebben. En toen ben ik eigenlijk meer afgelegen gebieden gaan kijken. Op de Veluwe? Op de Veluwe, inderdaad, ook. En toen dacht ik, maar het is het gewoon allemaal niet. En toen heb ik een tijdje een beetje in zak en as gezeten, want die tijd die tikte door natuurlijk. En toen kwam een vriendin op een gegeven moment, die dropte gewoon zo'n hint, zo van, heet maar, kijk eens naar deze plek hier in Portugal. Waarom moet ik daar nou naar kijken? Wat heb ik daar, waarom? Nee, gewoon kijk gewoon even. Doe gewoon een beetje foto's scrollen, gewoon een beetje op Google Maps. Ga gewoon even kijken. En dat was dus hier aan de westkust, hier in Portugal, waar ik uiteindelijk ben begonnen met mijn eerste woning. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou in Portugal? En eigenlijk begon dat idee steeds meer te leven. Ik heb nooit de ambitie gehad om te emigreren, nooit. Ik heb altijd vriendinnen van mij die zeggen dat nog steeds af en toe tegen me. Maar jij zei altijd, ik ga niet naar het buitenland. Ben je gek? Ik blijf gewoon lekker in Zoetermeer. Lekker in mijn vertrouwde bubbel. Maar hoe meer ik daar eigenlijk indook, hoe enthousiaster ik eigenlijk werd. Ook van de natuur en van gewoon het idee dat mijn katten daar lekker zo in het gras konden rollen en zo. En toen ben ik dat eigenlijk wat feitelijker gaan onderzoeken. Zeg maar, wat is daar dan te doen? Wonen daar überhaupt mensen waar ik mee kan connecten? Hoe ziet die cultuur eruit? En waar hebben we het precies over dan? Over welke plaats? Welk gebied? Over de West-Algarve. West-Algarve. Oké, ja. En dan wat voor plaatsen liggen daar? Om even een beeld te krijgen. Ik ben begonnen in Ojazur. En dat ligt echt helemaal aan de westkust van de Algarve. En ik zit nu meer in de regio Lagos Alvor. Dus heel veel verder dan Portimão zal je mij ook niet snel vinden. Maar dat is echt de regio die ik goed ken. En waar ik me echt in heb verdiept toen ook. Van hoe ziet het daar eigenlijk uit? En jij vliegt op welk vliegveld? Faro. Ja. Ja. En ja. Lissabon. En hoeveel kilometer is het daar vandaan? Aljazur Faro is ietsjes meer dan een uurtje. Ja. Ja. Ik denk dat de mensen dan wel een beetje weten waar je ongeveer zit dan. Ja, en het is wel, kijk, de Algarve is best wel compact eigenlijk hoor. Dus zeker vanaf Faro deze kant op. Ja, je hebt
je rijdt er zo doorheen. En omdat het leuk is, vind ik, om hier te rijden, is het ook nog eens, ja, je bent er zo ja. allemaal. Dus ik ben eigenlijk ook, nou, dus initieel heel erg op dat gevoel gaan acteren. Van nou, wat voel ik ook bij dit idee? Maar ook ben ik op een gegeven moment heel rationeel, want dat is dan mijn andere kant, wel lijstjes gaan maken. Van ja, is Portugal dan een handig land, hè? Qua belasting, qua cultuur, qua veiligheid. En ik had Spanje, Portugal en Italië naast elkaar gezet. En ik kwam er toen achter dat, nou, de NHR, de Non-Habitual Resident, dat is een belastingregeling die hier inmiddels is afgeschaft. Per eind vorig jaar, hè? Ja, exact. En mogelijk dat er nog iets voor gaat terugkomen, maar op dit moment ziet dat er nog niet naar uit. Dat maakt het belastingtechnisch heel interessant. En maak jij er zelf wel gebruik van? Jij hebt nog daarvoor geopteerd. Je hebt je ingeschreven op tijd. Ja. Ja, en er zijn nog een aantal uitzonderingen hoor, waarmee je daar wel van gebruik kan maken. Maar dat is echt heel erg persoonsafhankelijk of dat mogelijk is. Het heeft te maken ook met het momentum van residentie, dus van je inschrijving hier. Ja. Dus ja, ik was daar nog op tijd mee. Ik heb gekeken naar een stuk veiligheid. Ik ben alleen. Blonde vrouw, ik ben vrij duidelijk niet Portugees. Dus ja, weet je, ik kan over straat lopen en er kan van alles gebeuren natuurlijk. Dus dat vond ik een heel belangrijk criterium. En ook hoe gemakkelijk kan ik nou connecten met mensen hier. Want ja, ik had in Nederland een hele fijne bubbel met mensen om me heen. Kleine ondernemers, waar ik altijd mijn boodschappen deed, weet je. Zo'n netwerk daar, gewoon ontzettend belangrijk als ik mijn been breek. Ja, iemand moet boodschappen voor me doen dan. Dus dat merkte ik ook hier dat wel gemakkelijk uit horen zeggen ging. Als je dus wel echt je best doet om die connecties te leggen uiteraard. Dus eigenlijk op die manier is Portugal bij mij eruit gerold als zijnde. Want je zei veiligheid. Ja, je hebt drie landen. Je hebt gezegd Italië, Spanje, Portugal. Ja. Ben ik op zich ook wel benieuwd naar. Want de vraag die ik wilde stellen is, wat maakt volgens jou dus dat er zoveel mensen voor Portugal kiezen? Zoveel mensen die ik spreek, die zeggen, ja, ik zit erover nadenken te vertrekken. En als ik dan zou gaan vertrekken, ja, dan ga ik naar Portugal toe. En Mexico is volgens mij een goede tweede. Maar dat Portugal, die hoor je duidelijk significant vaker dan Spanje. En helemaal dan Italië en laat staan Griekenland. Wat alle vier natuurlijk landen zijn die qua klimaat en mediterraans leven ongeveer aan elkaar gelijkgesteld kunnen worden. Maar toch hoor je nooit iemand over Griekenland. Italië niet veel. En Spanje en Portugal dan meer. Maar Portugal steekt wel bovenuit. Ja, weet je, ik vind dat, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen wat ik zelf hier hoor. Over de beweegredenen en wat mijn eigen beweegreden is geweest. En dat is toch inderdaad wel dat belastingstukje. Dat het goed kunnen connecten met meerdere mensen hier. Dus ook de verschillende culturen, vooral hier in de Algarve ook. Mensen staan heel erg voor open om met je te connecten. En wat voor mij specifiek heel belangrijk was, en ik hoor her en der daar ook wel mensen wat over zeggen, is dat ik met de auto ook weer, als het nodig is, naar Nederland kan. Dat ik niet afhankelijk ben van, ik moet in een vliegtuig stappen, of de reis is heel erg, weet je, lang, omdat ik gewoon ver weg zit. Ik wil in de auto kunnen stappen en bij wijze van over 2 dagen in Nederland kunnen zijn als dat nodig zou moeten zijn. Ook dat is natuurlijk, dat geldt ook voor Spanje en Italië. Ja. Maar jij hebt het eigenlijk ook hoofdzakelijk gekozen op basis van gevoel. En later ben je dat met ratio gaan ondersteunen, cognitief. Ja, ik moest het aan mezelf kunnen uitleggen en ergens ook aan anderen kunnen uitleggen. Maar goed, dit viel niet uit te leggen. Ik deed dingen waarvan mensen dachten, koekoek. En dan zit je meestal op de goede weg. Dus ik dacht, ik blijf lekker doorgaan. Ik denk dat dat een hele goede is voor mensen ook. Als je dus nadenkt over het vertrekken. Wat natuurlijk hele complexe zaken zijn. Hele complexe aangelegenheid. Dat je de meest complexe dingen in het leven
ook niet op basis van ratio moet doen, maar juist op basis van gevoel en of iets resoneert, ja of nee. En dan is het natuurlijk in tweede instantie wel goed om die ratio er wel bij te halen, om even wat zaken te regelen en op orde te krijgen. Maar in eerste instantie gaat het dan toch op basis van gevoel en je onderbewuste, die jou ergens naartoe brengt en die wel aangeeft of iets wel of niet voor jou bedoeld is. Absoluut, absoluut. Ja, nee, absoluut. En dat is ook wat ik 9 van de 10 mensen hier ook hoor zeggen. En niemand, iedereen heeft uiteindelijk een bepaald gevoel gehad bij hier naartoe gaan. En niemand heeft uiteindelijk echt ratio als doorslaggevende factor gebruikt. Ik denk dat je dan ook van een koude kermis thuis komt. Want je gaat dat gewoon terugkrijgen als je je hier niet lekker voelt. Dus we kunnen constateren dat Portugal voelt goed. Voor mij wel, ja. En Portugal is, ja, hoe leg je dat uit? Portugal is zacht ten opzichte van Nederlandse Portugal, heel zacht. Portugal heeft een hele, weet je hebt hier geen haast. Het is, en dat kunnen Nederlanders heel vervelend vinden. Ik zie soms mensen hier in de rij staan bij de kassa. En dan zie ik al dat het gewoon Duitsers of Nederlanders of Engelsen zijn. Je maakt hier nog een praatje met elkaar bij de kassa. Je betaalt hier 99% van de tijd contant en niemand doet er moeilijk over. Je kan soms niet eens ergens spinnen. Het is, je gaat 10 jaar terug in de tijd en ik vind het heerlijk tegelijkertijd. En sommige mensen kunnen er niet tegen. Dus dat is een afweging die je voor jezelf ook zou kunnen maken. Hou ik van heel veel gemak? Dan moet je misschien niet naar Portugal gaan. Pakketjes bestellen, dat soort dingen. Weet je wel. Maar je bent een jaar geleden ben jij dus aangekomen. Je bent naar Portugal gereden met de auto. Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb dus een camper gekocht. Ja. En dat was eigenlijk omdat ik nog wat overlap had in Nederland. Had nodig omdat ik mijn huis moest opleveren. En nou, ik moest ook met de katten ergens in de tussentijd zijn. Dus ik had een camper gekocht en ik dacht, weet je, dat was een soort van my way out ook. Als ik het echt niet trek, Portugal, dan kan ik weer terugrijden met mijn huisje. En wie weet vind ik een camper wel zo leuk. Nou, dan blijf ik in die camper wonen. Dus ik had allerlei opties. En dit gaf me eigenlijk een heel vrij gevoel, ja, eigenlijk om deze reden. Ik had verder niks, alleen die camper. En dat voelde zo fijn op dat moment. Maar toen ik daar was, heb ik de camper binnen 2 weken weggedaan. Dus ik ga niet meer weg. Ik ben gek geworden om terug te gaan. Dus ik ben hierheen gereden in uiteindelijk een dag of 4 of 5 dagen. Ja, ik vond dat heel eng. In mijn eentje, in die camper. En dan in de winter, midden in de winter, dus het was ook koud. En dan ging er weer een lampje branden. En dan dacht ik, oh mijn god. En dan moest ik weer iemand bellen. Hoe fix ik dit? Wat is het überhaupt voor lampje? Maar het is ook een deel geweest van, zeg maar, deze hele reis. Het heeft voor mij de flexibiliteit gegeven ook om nog steeds de keuze te kunnen maken. Oké, als het hem niet is, ga ik weer weg. Maar tegelijkertijd zorgt dat er dus voor. Want mensen vroegen dat wel eens aan mij en overigens nog steeds. Blijf je daarvoor goed? Ja, ik kan die woorden niet uitspreken, want daarmee zet ik mezelf vast. Alleen tegelijkertijd, als je je opties openhoudt, dus als je blijft zeggen, maar ik kan altijd terug als ik wil, dan wortel je ook niet. En dat is de keerzijde van enerzijds, oké, ik hou mijn opties open, is de keerzijde dat je niet echt kan landen als je dat blijft doen. Dus ik voelde wel meteen, die camper moet weg, ik moet me hier echt goed laten landen. En dan komt eigenlijk dat hele proces van inschrijving, uitschrijving. Ja, echt om het land je eigen te maken. Eigenlijk emotioneel je ook eigen te maken. En Nederland ook echt emotioneel achter je te kunnen laten. Ja, dus toch wel een soort van je schepen achter je verbranden. En niet te veel schepen nog hebben liggen. Dat je makkelijk weer terug kan varen naar de overkant. Ja. En tegelijkertijd, ja. Punt. Daarnaast is het wel, Nederland blijft mijn, ik ben daar geboren. Dus het is tegelijkertijd ook, waar doe je afstand van? Hè? Het is echt wel een
proces waar je doorheen gaat, waar ik nog steeds niet volledig afscheid heb genomen van het land waar ik woonde. Dus echt je schepen verbranden is best wel... Nee, misschien is dat niet de goede benaming, maar ik kan me voorstellen dat er natuurlijk momenten zijn dat je echt wel eventjes in een mindere fase zit. Dat je denkt van, waar ben ik aan begonnen en wat doe ik hier? En als dan een camper naast de deur staat, dan is de verleiding misschien wel te groot om erin te stappen en over 3 dagen weer eens op de meer te zitten. Ja, nee, maar die momenten heb ik aan het begin niet gehad. Aan het begin was ik gewoon aan het landen en was ik in total... Nou, wat is het hier mooi. En ik zat ook nog eens in een huis met 2 hectare land, dicht bij de zee. En de Westkust is ontzettend rauw. En gewoon, ik kan dat niet eens uitleggen hoe mooi het is. Dus ik was alleen maar bezig met wauw, wat geweldig. En met mezelf echt laten landen. Pas daarna zijn de momenten gekomen van, wat doe ik hier? En dat had meer te maken met, dat is de keerzijde van de Algarve. De prijzen zijn hier ook opgepompt. De huizen zijn hier vrij prijzig voor Portugese begrippen. Waar praten we over? Verschilt heel erg wat je zoekt hoor. Maar huurprijzen zijn hier gewoon gemakkelijk Amsterdamse huurprijzen. Dus een 2-slaapkamer appartement? Kun je, als je dat zo van de markt moet plukken, kun je daar zo €1400 per maand voor moeten betalen. Als je in de netwerken zit, dus dan komt het niet eens op de funda's van Portugal, zeg maar. Dan kun je daar minder voor betalen. Maar dan moet je wel in die lokale netwerken zitten. En dan zit je natuurlijk niet zo snel als je hier aankomt. Dus ja, met het vinden van een lange termijn woning ben ik nog steeds mee bezig. Met het continue verhuizen, het heeft echt impact. Zeker als je probeert te wortelen. Zeker als je probeert je nieuwe land, het land te maken waar jij graag wil wonen, waar je wil settelen, terwijl je niet kan settelen. En waarom kan je niet settelen dan? Voor mij, omdat een thuis dusdanig belangrijk is, dat ik daar kan landen. En als je telkens moet verhuizen en een einddatum hebt wanneer je weer weg moet, want dat is hier met winter, je hebt hier winterverhuur. Dus dat is eigenlijk buiten de zomerperiode, om kan je dan een huis huren in de winter. En in de Algarve is het toerisme natuurlijk, daar komen de voornaamste inkomsten uit het toerisme. En in die periode kun je gewoon meestal geen huis huren. Dus ja, ergens krijg je dan een gat natuurlijk in je jaar dat je een huis aan het huren bent. En dat geeft niet alleen stress, want het gaat over je eerste levensbehoeften, een dak boven je hoofd. Maar ook het feit dat je gewoon wil thuiskomen. Echt thuis, in je huis. Maar je kunt niet iets huren voor langer dan 6 maanden? Het kan, maar dat is dus minder veel beschikbaar op de markt. Of je moet gewoon meer betalen. En de vraag is hoog. Of je moet heel erg veel meer betalen. En waar praat je dan over? Nou, eigenlijk wat ik net zei, die 1400 euro voor een appartement is hier heel gebruikelijk. Dan kan je wel settelen. Dan zou ik me meer, dus daar ga ik nu naartoe inderdaad. Ik ga nu naar een appartement. Ik heb nu na een jaar besloten, laat ik nou toch maar gaan kiezen dan om het te settelen. Want ik ben continu bezig geweest op zoek naar het huis. En het huis toont zich niet, want ik ben continu vanuit angst. Ik zit continu in die... in die lage frequentie ben ik op zoek naar het huis van mijn dromen. Maar dat kan ik niet vinden, want ik handel vanuit angst de hele tijd. Dus dit zijn wel momenten geweest dat ik dacht, wat doe ik hier? En dan is er niemand die naast me zit. Ja, Tamar, maar we hebben het toch naar wel zin. Dan ben je alleen met je... Ik ben alleen met mijn 3 katten en met mijn gedachten. En die 3 katten zeggen niet zoveel. Dus ja... Nee, meestal niet. Nee. Die zeggen alleen, we willen niet meer verhuizen. Ja. Maar goed, dat jij dus voor Portugal hebt gekozen, dat is nog steeds een goede keuze voor jezelf. Algarve ook. Dus daar ligt het niet aan. Dat voelt nog steeds goed. Dat resoneert nog steeds met je. Gaat het nu alleen om dat je dus een huis, een woning wil vinden waar je voor langere tijd kunt wonen, zodat je daar ook een, kunt settelen, zoals je dat zegt. Exact, ja. En dat ik ook echt, ik heb nog een paar spulletjes in Nederland, dat ik dat hier naartoe kan halen, dat ik ook echt kan zeggen, die
dat is ook doorgeknipt nu. Die banden zijn nu doorgeknipt. Alles is daar weg. Want er blijft iets op de achtergrond sluimeren. Ik moet nog iets uit Nederland halen. Ik moet nog wat afwikkelen daar. Dus ja, dat is... Ja, er zijn eigenlijk vier schijven. Hè? Vorige week had ik Roald Boom uit Bonaire in de podcast. En hij benoemde dat heel mooi. Dat hij zei, je kunt vanuit een aantal lagen kijken naar een land... als je naartoe zou willen. Hè? En hij zei in feite, de eerste laag is gewoon klimaat. Nou ja, ik denk dat we daar heel kort over kunnen zijn. En dat is dat het klimaat, hè, gewoon perfect is in de Algarve. Zowel zomer als winter. Dus dat is denk ik voor veel mensen sowieso al een pluspunt om daar naartoe te gaan. Dus één is eigenlijk klimaat. Twee is het fiscale klimaat. Daar heb je ook even kort benoemd. Dat is veranderd, hè, sinds eind vorig jaar. Dus ik denk dat mensen dan misschien vanuit dat kader, vanuit die laag, iets minder snel zouden kiezen voor Portugal. Maar dat moet iedereen voor zichzelf natuurlijk uitmaken. Of dat nou wel of niet relevant is. De derde laag, zoals het Roald dat aangaf, dat is in feite de laag van het World Economic Forum. En dat is van... wat is de invloed van het WEF? En als ik zeg WEF, bedoel ik eigenlijk ook de organisaties die daarachter liggen en verbonden zijn. Wat is de invloed van het WEF in Portugal? En ik noem het de corona-check. Wat waren de maatregelen tijdens de coronatijd in Portugal? Ten aanzien van vaccinatie, dragen van mondkapjes en het eventueel verplicht sluiten van horeca en andere bedrijven. Die was hier net zo gezellig als in Nederland. En ik denk dat in Portugal, ik heb die specifieke cijfers niet, maar dat heb ik wel van horen zeggen, de vaccinatiegraad zelfs nog hoger heeft gelegen. En je hebt hier zelfs op het strand mondkapjes moeten dragen. Ik heb hier, de borden hangen er nog her en der. Ja, dus als dat een criterium is, zeg maar, wat mensen het gevoel zou kunnen geven, in de toekomst staan er ook bepaalde dingen te wachten, ja, dan is dit hoe het er hier inderdaad uitzag. Dat is hier niet anders. En hoe is dat voor jou, dat gegeven? Maakt mij helemaal niets uit. Ik beweeg in mijn eigen tempo, op mijn eigen route, in mijn eigen regels. Dus ik heb precies... in Nederland daar ook precies niks mee gedaan. Omdat ik daar tussendoor kon bewegen. Ik had mijn mensen, ik wist iedereen te vinden. Ik deed mijn ding. En voor mij bestond dat eigenlijk gewoon niet. Nadat ik heel boos was. En daarna bestond het niet. Dus ja, maar het is hetzelfde eigenlijk als de regels die je ziet met betrekking tot... emigratie, inschrijving, daar zijn ook allemaal regels hangen daaromheen waar je je ogenschijnlijk aan zou moeten houden. Maar als je dat doet, dan schiet je jezelf soms in de voet. Hoe bedoel je dat? Dus... regels rondom immigratie, emigratie. Dan heb je het over de regels in Portugal. Exact. Voor mij was dat een combinatie ook met de emigratie in Nederland. Nederland zegt, je moet... na 8 maanden moet jij je uitschrijven als je in het buitenland bent, langer dan 8 maanden. Nou, dat werd voor mij krapjes. Ik wist ook helemaal nog niet na 8 maanden of ik hier wilde blijven. Tegelijkertijd wilde ik het ook gewoon afronden, dus ik vond het ook fijn. Maar in Nederland, op het moment dat je dus zegt, ik schrijf me uit, dan word je meteen alle systemen uitgegooid, want alles is met elkaar geconnect. Hoe bedoel je dat? Dus ik had hier een... verzekeringen zijn geconnect met jouw inschrijving. Belastingdienst is daarmee geconnect. Dus eigenlijk alles is... het hele systeem is in Nederland geconnect met elkaar. Als je helemaal uitschrijft, dan weet iedereen het gelijk. Hoef je niet iedereen een brief te sturen. Ja, ergens super makkelijk. Maar ik kreeg dus al dreigbrieven van de RDW. U bent uitgeschreven, maar u heeft nog een Nederlandse auto. Dat moet u binnen 2 weken... de regels zijn inmiddels weer veranderd. Binnen 2 weken moet u dat geregeld hebben. Anders dan verklaren we de auto als... nou, gebeurt er iets. Ik wist niet precies wat. Ik vond de brief heel interessant. Maar die problemen krijg je dan wel. Tegelijkertijd, je wilt je dan hier inschrijven, want je wilt het ook goed geregeld hebben voor jezelf. En hier is dan de regel eigenlijk,
je kunt je pas inschrijven met een huurcontract van een jaar, zeggen sommige gemeenten. Nou, dat heb ik net verteld over woning, dat me dat niet lukte. Dus ik dacht, ja, zit ik wel een beetje in de knel, zeg maar. Want ik word Nederland nu wel een beetje uitgegooid. Dat de gemeente, nou ja, goed, ik had die 8 maanden ook verbruikt en dat wist de gemeente ook. Ja, dus toen dacht ik, het enige wat ik kan doen is gewoon niet aan de regels houden. En toen ben ik op een mooie zonnige dag, heb ik mijn mooiste jurk aangetrokken, ben ik naar het gemeentehuis gelopen. Stonden 2 mannen die helemaal niks te doen hadden. Ik zeg, hallo beste meneren, ik wil graag hier resident worden, want ik vind jullie land zo mooi en ik wil hier zo graag blijven. En die zeiden, nou, geef u maar uw paspoort, dan gaan we. En zij vonden jou ook aardig, dus, dat hebben ze geregeld. Ja, dus het is... Ja, en dat is precies wat ik bedoel ook met welke regels men ook kan gaan verzinnen. Ik vaar mijn eigen route daarin. En ik snap waarom regels bestaan. Ze zorgen voor orde, maar ik zorg voor mijn eigen orde. Dus dat, voor mij speelt dat geen rol. Ja, mooi inzicht. Nee. Een bijkomstig iets is natuurlijk invoering CBDC en gebruik van contant geld of het niet meer kunnen gebruiken van contant geld. Hoe zit dat in Portugal? Want ja, als je natuurlijk geen contant geld meer zou kunnen gebruiken, dan kan je wel je eigen regels gaan bepalen. Maar dan kom je op zich niet heel ver mee in de supermarkt. Hoe is dat geregeld in Portugal? Je betaalt hier vrijwel alleen maar contant. Dus er zijn hier zelfs restaurants die gewoon geen pinautomaten hebben. En dat is niet omdat ze iets willen ontduiken of wat dan ook, maar omdat pinautomaten veel geld kosten hier om aan te schaffen, om te onderhouden, noem het maar op. Dus dan is contant fijner. Je krijgt hier zelfs nog briefjes van 10 uit de pinautomaat. Dat vond ik echt heerlijk. Je krijgt heel klein geld dus uit de pinautomaat, maar dat laat ook zien hoe hier dus betaald wordt. En je hebt hier nog muntjes van 1 en 2 cent. Dus waar dat in Nederland ben je je geld eigenlijk kwijt, hè? Want dat wordt afgerond. En hier krijg je gewoon je 1 en 2 centen terug. En wat ze hier wel hebben is wat je dan noemt de NIF. Dat is je belastingnummer eigenlijk. En die wordt bij iedere aankoop wordt die gevraagd aan je. Wil je? Dat vond ik dus heel opmerkelijk toen ik hier kwam. En dit voor het eerst meemaakte. Dus dan sta je bij de kassa af te rekenen in de supermarkt. En dan vragen ze, kunt u het nummer van uw NIF doorgeven? Dus dan sta je dat op te tetteren in een hele rij met mensen, je belastingnummer. En dan wordt dus de BTW van jouw boodschap wordt afgetrokken. Dat is aftrekbaar uiteindelijk met je jaarlijkse opgave. Nou, daar doe ik verder niet aan mee. Dus, maar iedereen ziet dus. Dus iedereen heeft een NIF-nummer? En bij iedere aankoop die je doet, kun je al dat koop je een pakje sigaretten, dan geef je dat NIF-nummer op. Maar dat is dus vrijwillig. Als je dat NIF-nummer niet opgeeft, is het ook goed, maar dan krijg je die BTW niet terug. Wow. Ja, nee hoor, ik zeg gewoon, nee, hoeft niet, dankjewel. Dus dat is ook prima. Maar dit was voor mij wel een duidelijke... Oké, we zijn iets aan het registreren, blijkbaar. En dat doet iedereen, want ze krijgen geld terug. Dus, en zeker bij grote aankopen natuurlijk super interessant. Dus dat is wel iets wat ik hier heel specifiek wat naar voren kwam. En wat is dat percentage B2 dan dat je terugkrijgt? Sla je me dood. Okay. Geen idee. Nee, ik vond het zo oninteressant. Ja. Ik heb het maar goed, dat is dus in feite de Portugese wijze om dan toch binnen het systeem van contant geld, wat ze waarschijnlijk hebben bedacht van ja, dat krijgen we niet zo heel snel, krijgen we dat omgeturnd. Hebben ze een manier bedacht om toch alle transacties te kunnen monitoren. Door mensen dan de gelegenheid te geven hun NIF-nummer op te geven en die BTW terug te krijgen. Dat is slim bedacht. Ja. Ja, ergens zit daar iets heel slims in. Ja. Maar goed, voor de rest is het inderdaad dan contant geld. Het valt me trouwens op dat in Nederland, en ik was vorige week in Duitsland, dat in Duitsland helemaal contant geld nummer 1 is. Ik wilde regelmatig met een pas betalen, maar dat werd gewoon geweigerd. En ik kon eerst gaan pinnen en dan kon ik gaan betalen. Maar dat ook steeds vaker pinapparaten bij bedrijven gewoon niet werken.
Die zijn defect. Mooi. Ja, heel gebeurt mooi. Steeds vaker. Ja. Ja, maar het is ook, het is op alle vlakken ook fijner. Weet je, je weet wat je uit, je weet wat je in je portemonnee hebt. Ook voor je, hè, voor de eigen manier van omgaan met geld. Met een pinpas voel jij niet wat je nog in je portemonnee hebt. Dus het is op alle vlakken gewoon zoveel, ja, in mijn optiek zoveel beter om dat zo te doen. En nog mooier, weet je, ik heb hier, wat zijn het, 8, 9, 10 sinaasappelbomen in de tuin. Daar eet ik niet tegenop, maar daar hou ik mijn sinaasappels hou ik daar vanaf. En die ruil ik tegen wat de buren in hun tuin hebben. En dan komt er niet eens meer iets van geld bij kijken, weet je. Maar dat kan, want ik heb het in mijn tuin. Maar dat zijn ook manieren die je hier nou echt niet meer zo vreselijk veel ziet, die ruilhandel. Maar wel wat hier natuurlijk kan. Het gebeurt nog steeds, dat ruilen onderling. Jawel, ja. Dat gebeurt nog steeds. Ja. Yeah. Ja. En wie kwam met het idee om dat te ruilen? Jij of de buren? Nou ja, ik heb hier van alles onder me. Een beetje, dat gaat dan liggen rotten. En dat is zo. Ik vind dat dus dan gewoon vervelend. Ja. Dus ik bood dat de buren aan. En toen zeiden ze, oh, dan hebben wij ook iets voor jou. Ja. Ja, het was niet dat jij zei, ik heb 10 sinaasappels. Mag ik dan voor jou een kistje druiven of zo? Nee, we hoeven niet altijd ergens iets voor terug. Nee. Nou, mooi inzicht. En dan kom ik eigenlijk gelijk op die vierde laag. Zoals Roald het aangaf, van in hoeverre ben je in het land waar je woont zelfredzaam, bijvoorbeeld in geval van een natuurramp. Of bijvoorbeeld in geval van een cyberattack. Hè? Dus echt een grote ramp, waardoor heel veel systemen uitvallen en je dus bent aangewezen op jezelf. En hij woont dan in Bonaire en hij zei van ja, dat is hier heel slecht geregeld, want we kunnen hier niks verbouwen en we zijn volledig afhankelijk als klein eiland van alles wat per boot wordt aangeleverd. Hij zei, in dat geval zit je hier heel slecht. Maar ik denk dat jij wat dat betreft heel goed zit in de Algarve, want er valt alles van de bomen. Ja, dat natuurlijk. Mijn hele tuin staat vol. Naast dat ik heb ik heb vrienden die volledig off-grid leven. Dus die hebben hun eigen watervoorziening, die hebben hun eigen stroomvoorziening. Ik denk wel dat daarin netwerk valt of staat ook. Want ja, op wie kun je uiteindelijk rekenen in dit soort gevallen? En zeker als je alleen bent, dat is wel iets waar ik in ieder geval toen ik hier aankwam, meteen heel hard aan heb gewerkt. Onder andere door hier ook vrijwilligerswerk te doen, in een asiel te werken met katten. Omdat je dan echt in die diepste lagen van die netwerken komt en gewoon heel gemakkelijk en snel mensen leert kennen. En ik denk dat misschien dat, ook omdat je wil iets, ik wilde iets terug doen voor het land. Ik wilde ergens ook echt opgenomen worden, deel van uitmaken. En dan is denk ik dat stuk netwerk ontzettend van belang. En hier, ja, je hebt de zon, je loopt hier een weggetje af en je kan zo van alles van de bomen plukken om op te eten. Weet je, wij komen hier niet om. Tenzij nou het water natuurlijk over de rotsen klotst, ja, dan hebben we een iets groter probleem. Ligt jullie onder zeeniveau? Nee, dat denk ik niet. Dus nee. Het is geen polder zoals in Nederland, dat je moet wapenen tegen de zee. Nee. Maar goed, jij zegt, je bent een vrouw alleen. Hoe is de veiligheid voor jou daar? Wat is jouw gevoel qua veiligheid? Nou, eigenlijk nog hoger dan in Nederland. Gek genoeg. En waarom, dat kan ik je niet uitleggen. Dat is echt een gevoel, maar ik doe hier alles, 's avonds laat. Weet je, ik zou zo nog om 10, 11 uur 's avonds gaan hardlopen hier. Terwijl ik woon hier ook nog helemaal niet zo lang. Je weet gewoon dat er eigenlijk niks gebeurt. En dat is niet omdat hier continu politie over de straat loopt. Verre van. Maar ja, omdat er gewoon niet zoveel gebeurt of zo. Ja. De veiligheid is hier gewoon wel vrij hoog in mijn optiek. En dat hoor ik ook van de vrienden om me heen. Ik heb ook een aantal vriendinnen die alleen zijn. Die zeggen ook, ja, ik voel me hier prima in mijn eentje zo over straat lopend in het donker. Geen probleem. Ja. Kijk aan. Dus de veiligheid is goed.
Heb jij tips voor mensen? Dat je zegt van oké, als je even kijkt nu vanuit de bril van degene die luistert naar deze podcast en denkt van oké, ik zou ook wel willen vertrekken uit Nederland, want ja, het land is niet meer, ontwikkelt zich niet op de manier waarop ik dat graag zou zien. Ik wil weg hier, niet per se vluchten, maar vertrekken. Wat voor tips heb jij voor hen? Ik denk dat de allereerste is vanuit welke intentie vertrek je. Want die ga je hoe dan ook terugkrijgen. Als je gaat vanuit angst of vluchten of dit soort intenties, je krijgt het terug in het land waar je gaat wonen. Want je zal gaan merken, je kan je niet goed settelen, je kan je niet wortelen, omdat je bent vertrokken vanuit een negatieve lading eigenlijk, hè? Vanuit een negatieve intentie. Volg daarin wel heel erg je gevoel. En dus wat ik heel erg merk met de mensen waar ik mee in gesprek ben, dat ze vooral vanuit blokkades denken. Dus, maar het kan niet met mijn werk. Maar ik heb kinderen. Maar ik heb een huis. Maar ik heb dit. Maar ik heb ouders die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Het zijn allemaal hele reële en logische situaties waar je echt goed over na mag denken, denk ik. Maar zorg dat het geen blokkades voor je vormen. Probeer juist vanuit die mogelijkheden te gaan denken. Dan gaan er wat meer deurtjes open waar je doorheen kunt gaan stappen. Dus ook weer denk in opties. Ja. In plaats van in beperkingen. Absoluut. Absoluut, absoluut. Absoluut. En Nederlanders zijn ongelooflijk kampioen in het vasthouden aan veiligheid en comfort. En dat is wel als je hier komt en ik zie ook genoeg mensen het hier niet redden, hè, Nederlanders, die weer toch weer terug willen met gaan. Camper. Ja, dat zijn die mensen die mijn camper hebben gekocht. Nee, maar ja, dat omdat het is niet gemakkelijk hier. Het is niet allemaal gemakkelijk, roosgeur en maneschijn. Je ruilt iets in, weet je, welk ongemak kies je? En Nederlanders die hier dan zo gewend zijn aan dat gemak en hier gaan zitten en denken dat ze hun pakketjes kunnen bestellen, hun dingetjes uit Nederland kunnen halen. Ja, maar 1, in hoeverre integreer je dan? En 2, ja, zo gemakkelijk. We hebben ander gemak hier. We hebben de zon iedere dag. Dat vind ik heel fijn gemak. Geniet je er wel van, iedere dag? Als de zon iedere dag schijnt? Ik ga iedere ochtend naar de zonsopgang kijken op het strand hier. Ja, dat is heerlijk. Ja. Het is er altijd, weet je. Dus het is, en zelfs dan neem je het nog steeds niet voor lief. Ik ben hier nu een jaar en ik kijk soms naar de sterren en denk echt, oh my god, ik ben nog steeds zo blij dat ik hier ben en dat ik die stap heb durven maken. Dus ik denk dat je voor jezelf goed moet beslissen, durf ik dat comfort los te laten en durf ik echt te vertrouwen dat ik ga krijgen wat ik mag krijgen, in welke vorm dan ook. Want je gaat jezelf tegenkomen 100 keer. En je gaat 100 keer denken, wat doe ik hier in vredesnaam? En dat zal misschien wel blijven, dat weet ik niet. Dat kan ik je over een paar jaar vertellen, of dat blijft of niet. Dus dat zelfinzicht en dat werken aan jezelf, die zelfontwikkeling, die is wel nodig. Dat je daar, dat je dat durft en dat je dat wil. Zeggen we dus, waar je ook bent, je neemt jezelf toch mee, hè? Where you are, there precies. You are. Precies, precies. En dat geldt voor alles, ook voor relaties. Hè? Het maakt niet uit, maak je het met de een uit, ga je naar de ander. Ja, kom je dezelfde problemen tegen als je niet aan jezelf werkt. Dus dat geldt voor het land hetzelfde. Waar vlucht je van weg? Vlucht je van jezelf? Of vlucht je uit het land? Of met welke reden vlucht je? Je zei net, je kijkt omhoog, je ziet sterren. Dat betekent dat je een heldere hemel hebt. Als we hier omhoog kijken, dan zie je of bewolking of je ziet chemtrails. Hoe is dat daar? Qua bijvoorbeeld chemtrails? Ik moet zeggen, het valt me dus wel op, omdat ik het er met een vriendin vaak over heb. Omdat als ik ze zie, maak ik een foto. Ja, het valt nog op. Dus het valt op. Ja, maar dat is echt, dat komt nog bizar weinig voor hier.
Vooral in de zomer heb ik het wel wat vaker gezien. Ja, maar ik zie het hier niet veel. Maar het is hier ook bijna altijd blauw. Ja. Volledig blauw. Ja. Ja, dat zou hier opvallen. Als je hier een dag hebt dat het volledig blauw is, dat valt op. Want dan denk je, dat moet gesproeid worden. Dan gebeurt het ook vaak weer einde van de dag. Dat klopt niet. Dat er weer gesproeid wordt. En dan is het weer, en dan hangt er weer lekker zo'n grijs laagje overheen. Ja, och. Ik mis het heerlijk, zo. Ja, heerlijk. Dat je dit ook mist, hoor. Het regent hier al 3 of 4 maanden aaneen gesloten, volgens mij. Oh, lord. Ja. Vreselijk. Maar goed, ja. Wij kunnen weer genieten van het voorjaar zo meteen. Precies. Hey, als je kijkt naar bijvoorbeeld immigranten. Zie je er ook bijvoorbeeld dat er in Portugal veel immigranten komen, zoals hier in Nederland, die asielzoekers bijvoorbeeld? Uit Noord-Afrikaanse landen. Ja. Nou, wel, dit is wel interessant inderdaad, want dat vertelde mijn Portugese lerares. Wat we dus wel hier zien, maar dat is in specifieke gebieden, wel in de Algarve, is mensen uit India. Maar die krijgen dan hier een kind en dat kind krijgt dan een Portugees paspoort. En de ouders krijgen dan ook na een jaar Portugees paspoort. Dus daadwerkelijk echt de Portugese nationaliteit. Nou, dat krijg ik niet eens. Dus dat zien we wel. Je ziet hier op bepaalde locaties dus veel mensen uit India. Volgens mij geen andere culturen echt waar die groepen zo groot zijn. Maar je ziet natuurlijk heel veel Engelsen. Weet je, dat zijn allemaal mensen ook wel die met pensioen zijn gegaan. Daar staat de Algarve ook bekend om. De Nederlanders worden er steeds meer Duitsers. Maar echt asielzoekers, daar is Portugal niet echt het land voor. Want qua sociaal stelsel doet het natuurlijk niet zo heel erg veel op dat vlak. Werk hoef je hier niet te verwachten dat je hier echt goed aan de bak kunt komen. Zeker als je de taal niet spreekt. Alhoewel in het toerismegebied kan je nog schipperen. Maar willen ze ook wel heel erg graag dat je Portugees spreekt. Ook omdat de keuken gewoon ook vaak Portugees is uiteraard. Dus nee, dat zien we hier niet. Nee, het gaat eerder de andere kant op dus. Dat dus de Amerikanen en de Engelsen, die drijven die prijzen heel erg hier omhoog. Maar goed, dat zijn niet de Noord-Afrikaanse asielzoekers. Zoals we foto's zagen in de krant, die tijdens de jaarwisseling op de Dam stonden. Allerlei liederen te zingen die niets met kerst te maken hadden. Oh, echt waar? Oh, ja, ik heb het niet gezien hoor, maar oké. Ja, in Duitsland heel veel ellende. Ja, dat speelt natuurlijk ook mee, hè. Dat mensen daardoor gewoon hun land zien veranderen. En daardoor zeggen van Nederland is Nederland niet meer. We missen onze rituelen, we missen onze feesten, we missen... Ik hoorde al laatst van iemand die zei van het is voor heel veel mensen, zeggen niet meer fijne kerstdagen, maar fijne feestdagen. Dus het is ook Pasen, geloof ik ook. Hè? Pasen wordt ook niet meer gevierd. Maar, dus vandaar dat mensen zeggen, Nederland is Nederland niet meer. Ik vertrek naar Portugal. Maar als je daar natuurlijk wederom zou worden geconfronteerd met allerlei asielzoekers die dezelfde ellende veroorzaken zoals ze dat hier doen. Maar goed, dat is dus niet het geval, zoals je dat aangeeft. Nee, dat is niet het geval. En jij bent hier de buitenlander, dus jij hebt hier je vooral aan te passen. Maar goed, in Nederland zijn we natuurlijk ook wel heel erg van het aanpassen en kom maar binnen. En ik denk wel dat daar best ook wel mensen mogen zijn die mogen zeggen, doe het niet. Of ik doe het wat minder. Of in plaats van te blijven klagen of te blijven kijken naar de overheid moet het veranderen. Of de werkgever moet het veranderen. Of andere partijen moeten het veranderen. Ik denk dat we wat meer mogen opstaan. Hoe bedoel je dat? Dit wordt misschien een groot verhaal. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar diversiteit en inclusie. Iedereen heeft daar zijn mond over vol. Organisaties zijn daarmee bezig. Maar tegelijkertijd zien we op de achtergrond dat als we echt goed inzoomen op diversiteit en inclusie, dat het gaat om het invullen van vinklijstjes. Om hoeveel vrouwen er uiteindelijk in de boardroom op de stoel kunnen gaan zitten. Dus dat we daarop gaan selecteren in plaats van daadwerkelijk kijken naar diversiteit en inclusie. En heel veel mensen weten dat het zo werkt.
Maar toch gaan ze erin mee, want ze willen het vinklijstje. Ze willen goed laten zien dat ze goede organisaties zijn. Dat ze... Dus ik denk wel dat dat zijn dan wel weer bepaalde trends. Maar we kunnen ook zeggen, we doen het niet. Ja. Tamara, ik heb nog een vraag. Stel, je bent Nederlander en je wil vertrekken naar Portugal. Je wil daar gaan wonen. Hoe doe je dat qua visum en residentie? Hoe werkt dat? Ja, in principe Portugal is een onderdeel van de EU. Dus in principe het enige wat je nodig zou hebben is je paspoort. Om je hier daadwerkelijk in te kunnen schrijven. En dan moet je ook nog wel fiscaal resident worden. Hè? Dus je moet ook daadwerkelijk in Nederland je ook als fiscaal resident uitschrijven. Niet alleen als resident, maar ook als fiscaal resident. Dat is in Portugal wel echt een apart proces. Dus daar heb je het NIF voor, wat wij eerder hebben besproken eigenlijk. Dat belastingnummer. En hier kun je gewoon inschrijven. Alleen geldt hier eigenlijk net zoals in Nederland, per gemeente heb je andere regels. Dus de ene gemeente vraagt om het huurcontract, of je geld hebt op je spaarrekening, hoeveel geld je meeneemt. Dus die willen eigenlijk echt kunnen zien dat je voor jezelf kunt zorgen. Dat je niet direct van het sociale stelsel, zover als dat hier bestaat wel, maar op een andere manier dan Nederland, gebruik gaat maken. En de andere gemeente zegt, nou, kom maar gewoon binnen met alleen je paspoort, is prima. Dus dat verschil is hetzelfde eigenlijk als in Nederland. Maar je kunt je gewoon inschrijven, omdat je een paspoort uit de EU hebt. Dus jij zegt, je hebt twee soorten inschrijvingen. Je hebt dus gewoon het verblijf, dat je je inschrijft bij een gemeente. En je zegt, je hebt je fiscale inschrijving. Ja, dat is eigenlijk je fiscale nummer vraag je aan. Dus ik zou het geen inschrijving moeten noemen. Het is gewoon een fiscaal nummer dat je aanvraagt. Dus dat NIF-nummer. Ja, exact. Ja. En als je het NIF-nummer hebt, dan ben je dus ook fiscaal ingeschreven, zeg maar. Dat is vergelijk het in Nederland met je SOFI-nummer. Niet helemaal, denk ik. Want ik kan ook een NIF-nummer hebben, en dat heb ik dus initieel gehad, maar wel op een adres in Nederland. En dan zou je zeggen, waarom heb je dat nodig? Omdat het NIF moest ik sowieso hebben, dus die heb ik toen aangevraagd toen ik hier al eerder was. Maar dat is wel echt iets anders. En wat ik hier ook nog echt even bij wil zeggen, is, en dit zal niet alleen voor Portugal zijn, al deze dingen kun je zelf regelen. Je kan ook heel veel geld voor betalen, want er zijn genoeg bemiddelaars hier die zeggen, zal ik het voor je regelen? Importauto, je residentie. Maak er gewoon een feestje van om het zelf uit te zoeken en het te gaan regelen, want je bent heel veel geld kwijt aan bemiddelaars. En er is overal informatie te vinden. Dus als ik het kan, kan iedereen. Ja, ik weet inderdaad dat iemand die je kent, die woont in Nederland en die wilde een stuk grond kopen in Portugal, maar die moest eerst een NIF-nummer regelen voordat hij dat stuk grond kon aanschaffen. Ja, exact. Dus je kan best prima hier een huis kopen zonder dat je hier resident bent. Dat kan in Nederland ook. Maar je moet wel dat NIF hebben. Nou, ik denk dat veel mensen daar toch even mee geholpen zijn met deze informatie. Heel goed. Heb je nog andere zaken die je wil meegeven aan mensen? Ja, ik kom toch weer terug bij dat gevoel. Maakt het gesprek een beetje rond. Ja, ik denk dat het belangrijk is. De meest complexe keuzes in je leven maak je op basis van gevoel. Ik denk ook inderdaad, bijvoorbeeld je kijkt naar een partnerkeuze. Ja, dat doe je niet op basis van ratio. Dat je iemand ziet, dat je denkt van oké, ik ga even rationeel bekijken of diegene wel past bij mij. Maar dat is ook op basis van gevoel en of iets resoneert ja of nee. En wat sommige mensen doen dat misschien wel met een lijstje. Ja, en wat geldt voor een partnerkeuze, geldt ook voor een landkeuze, denk ik. Ja, ja. Zeker. Ja. Nou, hartstikke bedankt, Tamara. Ja, voor je interessante verhaal. Ik denk dat heel veel mensen hier iets aan hebben om toch even een beter beeld te krijgen bij Portugal. Vanuit jouw perceptie, vanuit jouw blik. Dan richt ik me even tot de kijker. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Wil je een ander land die ik graag een keer naar voren breng, dan zou ik zeggen, geef op YouTube aan bij opmerkingen.
Wat voor land dat dan zou moeten zijn. En wat dan zal ik daar naar op zoek gaan. Ik zou het ook leuk vinden als je liked en lid wordt. Of abonnee wordt van het programma. Zodat je op de hoogte gehouden wordt ook van alle andere afleveringen die nog gaan komen. Volgende week bijvoorbeeld gaan we praten met Michiel Okkerloen. Hij woont in het noorden van Noorwegen. Ik heb foto's erbij zien komen. Nou, prachtig hoe hij daar leeft met zijn gezin. Dus dat wordt ook een. We gaan van het zuidelijkste puntje van Europa naar het noordelijkste puntje van Europa, boven de Poolcirkel. Wordt een leuke aflevering. Dus ik zou zeggen, abonneer je op dit YouTube-kanaal. Dan word je ook volgende week op de hoogte gehouden van een nieuwe aflevering. En als je een land hebt waarvan je zegt van nou, ik zou het leuk vinden dat daar ook een keer een podcast over gemaakt wordt, zet het daar gewoon neer. Dan nemen we dat mee. Voor u bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.